een wetenschappelijke doodzonde, begaan door nota bene een professor. Studenten op de Tilburgse campus kunnen er niet over uit. Sommigen voelen zich in verlegenheid gebracht, anderen zijn gewoonweg kwaad. Schandalig. Ik vind dat eigenlijk docenten moeten van onbesproken gedrag zijn. Kan niet, toch? Professor Dr. Diederik Stapel is sinds 2005 hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij had als professor in de cognitieve sociale psychologie groot aanzien in binnen- en buitenland. Onlangs werkte hij mee aan een onderzoek naar de relatie tussen het eten van vlees en menselijk gedrag. Al snel rezen er verdenkingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. En uiteindelijk moest Stapel toegeven dat hij onderzoeksgegevens zelf verzonnen had. Ik had twee reacties. Ik had het gevoel, dit kan niet waar zijn. Maar ik zag aan de mensen dat ze zeer geëmotioneerd waren. Dus ik dacht ook wel, dit is alarmfase 1. De universiteit laat onderzoeken of hoogleraar Stapel vaker in de fout is gegaan. Verder wordt bekeken in hoeverre wetenschappelijk werk van zijn studenten nu besmet is geraakt. Ja, stel dat nou blijkt dat er meerdere mensen zijn op de universiteit die dit ook hebben gedaan, dan krijgen we wel een probleem. We moeten nou niet in één keer in paniek reageren, we moeten precies uitzoeken hoe het zit. Ik wil weten of die data in die onderzoeken zitten en ik wil ook weten of die mensen er zelf van wisten. En als dat niet zo is, dan valt hun in ieder geval niks te verwijten. Grote vraag blijft waarom Stapel zijn reputatie op het spel zette. Wetenschapsjournaliste Anouk Vrouwen uit Eindhoven heeft wel een vermoeden. Het kan de druk zijn om goede resultaten te halen. Wetenschappers zijn afhankelijk van hun resultaten voor het binnenhalen van nieuw onderzoeksgeld. En dan kan de verleiding soms wel groot zijn om het allemaal wat positiever voor te stellen. Of zoals hij heeft gedaan, zelfs hele resultaten te verzinnen. Ik vind het vooral terug voor de studenten die hij heeft gehad. En die hij heeft moeten helpen in de wetenschappelijke carrière. Want ja, die hebben nou ook een beetje een vlek op hun cv staan, denk ik. Dus ja, al is het maar voor jezelf. Hoogleraar Diederik Stapel kiest er zelf voor om te zwijgen. Hij is niet bereikbaar voor commentaar.